Niet alleen koning Willem-Alexander was gisteren druk met de troonrede. Ook in Moerwijk werden wensen en plannen voor de wijk voor de komende tijd onthuld. Ik ben Jasmin en mijn gedachte achter de troonrede is dat ik voor de kinderen in mijn wijk en in mijn buurt opkom. Omdat ik wil dat er in deze tuin in de buurt meer speelplekken komen voor de kinderen. En dat het wat gezelliger wordt in de buurt. Dat er meer mensen met elkaar in contact komen. Ik vind dat er in onze wijk een hele hoop verbeterd mag worden. Als het gaat om de huizen, als het gaat om een stukje meer natuur. Als het gaat om de leefbaarheid voor alle mensen. Het vuil wat op straat ligt, de dingen die je overal vindt. Dat is mijn troonrede om duidelijk te maken dat we onze wijken van ons zijn en dat we ze vooral schoon en leuk houden en dat het dan met elkaar ook verbindt. En mijn troonrede is om eigenlijk in kaart te brengen wat voor faciliteiten er al in Moerwijk zijn. Want wij hebben al heel veel plekken waar iets georganiseerd kan worden. Alleen maar mensen weten het niet waar ze moeten aankloppen en wat mogelijk is. Deze troonredes werden gemaakt door het nieuwe Mijn Moerwijk magazine. Het blad werd gisteren gelanceerd. Het concept is een identiteit creëren voor Moerwijk. Dus Mijn Moerwijk, dat die ownership voelen ook en gelijk al in de naam. Moerwijk zou geen minderwaardigheidscomplex moeten hebben. Moerwijk is een sterke wijk eigenlijk. Er gebeurt echt heel veel en mensen zijn heel sterk. En dat minderwaardigheidsgevoel van oh Moerwijk, dat is helemaal niet nodig. En dat proberen we ook te veranderen met Moerwijk Magazine en andere projecten die we hier doen. Laten zien wat Moerwijk echt is. Moerwijk heeft gewoon een podium nodig om zichzelf te laten zien. Positieve verhalen, minder positieve verhalen. Er is nu een podium voor Moerwijkers om informatie te delen. Het Mijn Moerwijk Magazine is online te vinden op mijnmoerwijk.nl en te verkrijgen in winkels en andere openbare ruimtes in de wijk.